Ik heb een QR-code speurtocht uitgezet. Die heb ik zelf bedacht. Het was in de lockdown dat alle kinderen niet naar school mochten. Die zaten thuis. En ik vond het een leuk idee om ze weer naar buiten te krijgen. Lekker naar buiten wandelen. Maar ik vond het mooi om daarbij iets te doen waar ouders ook mee kunnen. En door daar een speurtocht aan vast te koppelen met QR-codes, is dat een hele makkelijke manier om mensen te laten bewegen. Ik vind het fantastisch om zelf te sporten, maar ik vind het eigenlijk nog leuker om mensen te laten sporten waarbij plezier voorop staat. En ik vind het fantastisch mooi om dat over te kunnen brengen naar anderen, zodat die ook enthousiast worden over het sporten. Ik vind het een leuke manier om zo wel een route te wandelen. Want ik vind zelf een stukje wandelen leuk, maar ik vind het leuker als er een doel achter zit. En door zo'n speurtocht trigger je mensen waardoor het interessanter wordt en waardoor ze hopelijk sneller mee zullen doen aan de speurtocht. Camera erbij. Wil jij nou ook de speurtocht lopen, maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Heb ik hier de eerste tip. De eerste QR-code bevindt zich waar je dorp in rijdt.